Zo, goedenavond allemaal. Leuk dat je kijkt. Live opname van de podcast. En ik heb een fantastische gast uitgenodigd vanavond. Wellicht bij jullie bekend. Het gaat om Koen de Jong. En Koen de Jong is in ieder geval de auteur van het 14 kilometer marathon schema. En hij heeft nogal wat... Wat stof doen opwaaien in Marathonland. En vandaar dat ik het leuk vond om Koen even uit te nodigen voor een kleine interview. Nou, hij heeft om 8 uur weer een vervolg webinar. Dus we zijn een half uurtje onderweg samen. Maar daar kunnen we fantastische informatie in geven. Mocht je wat vragen hebben voor ons onderweg, laat het zeker ook weten. En dan gaan we beginnen. Ik zal hem er even bij halen, Koen. Yes, daar is hij. Koen, goedenavond. 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 Leuk dat je tijd hebt weten te vinden in je agenda. Tussen het hardlopen en alle andere drukke bezigheden door. Om eventjes aan te schuiven. Ik heb wat vragen voor je. Ja, brandlos. Brandlos. Hey, hoe ben je eigenlijk zelf in aanraking gekomen met het hardlopen? Nou, met hardlopen ben ik begonnen toen ik een jaar of 6, 7, 8 was. Ik voetbalde toen en als het voetbalseizoen afgelopen was, dan vloog ik thuis tegen de muur op. Dus toen zei mijn vader, kom maar mee hardlopen. Ja. Dus dat hardlopen is wel van jongs af aan zit het erin. Vanaf mijn 17e tot mijn 34e heb ik eigenlijk geen meter meer hard gelopen. Toen heb ik veel gewielrend en heb ik nooit meer hard gelopen. En toen... 4 jaar geleden ik hardloper uitkwam. Toen ben ik zelf ook weer meer gaan hardlopen. Ook omdat het gewoon makkelijk is, praktisch is met eigen bedrijf, gezin, druk. En als dan de winter eraan kwam en het was weer vroeg donker, dan lekker hardlopen, lekker naar buiten. Was dan een goede manier om te sporten en lekker bezig te zijn. Oké. En waarom doe je eigenlijk aan hardlopen? Nou, de voornaamste reden is dat ik toch ook wel veel zit. Veel zit te ouwe hoeren, veel zit achter een computer, veel zit te schrijven. En dan, met te veel zitten en een vol hoofd en veel gedachten, merk je gewoon dat je lijf af en toe ook wel even een prikkel nodig heeft om in beweging te komen. Mm-hmm. Eigenlijk alles wat ik natuurlijk ook opschrijf in mijn boeken en in mijn blogs, is joh, zittend stress is echt een ramp. Ga nou ook bewegen, doe ook ontspanningsoefeningen. Dus heel vaak hier vanaf kantoor in Hilversum springen we halverwege de werkdag even op. En dan gaan we even een rondje hardlopen in het bos. Ja, om je hoofd te legen. Ja. En voor wat concentratie, blijmoedig brein. En omdat het gewoon heerlijk is om buiten te zijn en bezig te zijn. Ja, mooi. Ja, ik herken dat wel, ja, inderdaad. Als je dan de hele dag zit te stressen achter je computer, dat je dan even de deur uitgaat en meteen is je kop weer leeg. Ja, mooi. Hey, en toen ben je uiteindelijk, nu kom je uiteindelijk, een paar jaar geleden, op de proppen met een schema richting de marathon met maximaal 14 kilometer training. In de langste training. Hoe kom je daarbij? Nou ja, kijk, die training en dat trainingsschema, dat komt helemaal uit de koker van Stans van der Poel. En het is omdat ik ben met haar in aanraking gekomen alweer 17 jaar geleden. Toen ik als wielrenner met de hele ploeg getest werd. Zij deed inspanningstesten, zij wist alles van inspanningsfysiologie. Dus we gingen met de ploeg naar haar toe en zij leerde mij gewoon van joh, als jij bij deze hartslag gaat fietsen en je combineert dat met ademhalingsoefeningen voor een goed herstel, dan ben je goed bezig. Dus ik ging met haar trainingsschema's aan de gang. En nou ja, we bleven altijd contact houden. Ik heb jarenlang daarna voor haar gewerkt. En op een gegeven moment had ik het boek Verademing al geschreven. En had ik het boek Ik de wielrenner al geschreven met Aard Vierhouten. Mm-hmm. En toen zei Stans, joh, het wordt wel eens tijd dat we de kennis van trainen op hartslag en de kennis van die ademhaling en ademhalingsoefeningen, dat we die bij de lopers gaan brengen. En toen zei ik, heel goed idee. Dus toen gingen we een boek schrijven. En ik dacht op een gegeven moment dat het boek wel eens een beetje klaar was. Maar toen kwam Stans ineens op de proppen met dat schema. Die zegt, joh Koen, we moeten ook dat 14 kilometer schema van mij meenemen
in het boek. Zeg ik, joh, wat is dat dan voor schema? Zei ze, joh, schema in aanloop naar de marathon, waarbij je maximaal 14 kilometer traint en waarmee je dan toch een marathon goed kunt volbrengen. Nou, ik verklaar daar eerst voor gek. Ik zeg, joh, Stans, maar slaat dat nou op? Dat kan toch helemaal niet? Waarom zouden alle looptrainers in de hele wereld werken met schema's en trainingen van meer dan 30 en als 14 genoeg is? Toen begon Stans een beetje te lachen. Toen zei ze, joh, ik heb echt al veel mensen hiermee begeleid. En ze gaf me een lijstje mee met namen en telefoonnummers. En ik ging die mensen bellen. Ik vroeg gewoon, joh, heb je een marathon gelopen? Ja, ja. Hoeveel heb je dan getraind? Nooit meer dan 14 kilometer. En werkte dat dan? Die mensen waren enthousiast. Ja, die joh. Nee, ze zei, joh, ik heb een PR gelopen. En anders zeg joh, ik heb heerlijk en pijnvrij gelopen. Weer een ander zei, joh, anders had ik überhaupt geen marathon gelopen. Ik ben blij dat het zo ook kon. Dus toen kreeg ik geloof in dat schema, omdat nou ja, die mensen daar enthousiast over waren. En toen vroeg ik aan Stans, hoe werkt het dan? En Stans die, nou, heeft dat toen uitgelegd. En toen hebben we dat opgeschreven in het boek Ik Hardloper, toen de tijd. En zo ben ik zelf in aanraking gekomen met het schema en met deze methode. Oké. En kun je wat basisprincipes van dat 14 kilometer schema benoemen? Want ik word nu wel, ja, ik ken het schema nu, hè. Maar er zijn heel veel mensen die kennen het schema nog niet. Dus waar is het op gebaseerd? Wat zijn eigenlijk de inhoud? Eigenlijk heel eenvoudig. Stans die zegt, joh, je moet niet te veel kilometers trainen, zodat de kwaliteit van je herstel overeind blijft. Op het moment dat je heel lang heel veel gaat trainen, dan ondermijn je eigenlijk de kwaliteit van je herstel. En die schema's die er zijn, waarbij je 30, 32, 34 kilometer traint, die werken heel goed voor toppers. Want als jij de marathon loopt in 2,5 uur, dan duurt een training van 30 kilometer 2 uur en 10 minuten. En omdat je een topper bent, is de kwaliteit van je herstel ook goed. Dus je traint 2 uur en een kwartier en daarna ga je rusten en herstellen. Goed, in de jaren 70, in de jaren 80 ging dat prima op. Maar de laatste jaren is die groep marathonlopers enorm veranderd. Want er is een hele grote groep lopers bijgekomen die veel langer doet over een marathon. Ik bedoel, 3 uur is snel tegenwoordig. 4 uur is geen uitzondering meer. 5 uur is ook nog een gewone tijd. Dus wat gebeurt er als jij 5 uur doet over een marathon? Omdat je in aanleg gewoon wat minder goed bent. En je gaat dan 32 kilometer trainen. Ja, dan duurt zo'n training 4 uur, 4,5 uur. Dus die training die duurt veel langer dan die toppers. Terwijl de kwaliteit van het herstel vaak minder goed is. Nou, daarvan zegt Stans, joh, dat is niet logisch. En die gaat dan kijken, joh, waar is er nog winst te halen? Nou, en dat zit hem erin. Dat Stans zegt, joh, je moet vooraf weten welke hartslag jij op de marathon vol kunt houden. Mm-hmm. En je moet veel op die hartslag gaan trainen. Dus ja, je traint weinig kilometers, maar je traint heel gericht met een hartslagmeter op marathonhartslag. En dit is wel iets waar veel mensen dan ook vaak bedrogen uit kunnen komen. Want als je denkt van, joh, ik heb helemaal niet zoveel zin om te trainen, maar ik wil wel een keer zo'n marathon lopen, dus doe mij dat 14 kilometer schema, want dan is het lekker makkelijk. Dat is echt niet waar, want je moet echt met aandacht, focus en toewijding train je gewoon 4 keer in de week. Met een hartslagmeter. En je traint weliswaar nooit langer dan 14 kilometer. Maar ja, je traint wel gewoon 4 keer. 2 keer op marathonhartslag. 1 keer wat intensiever dan marathonhartslag. En 1 keer in de week ga je vogels kijken. En lekker rustig sporten. Dus op die manier breng je wat variatie aan in je training. Waarbij het accent vooral ligt op die marathonhartslag. Dat wat je gaat doen bij de marathon. En door dan iets voor kilometers te trainen, sta je heel goed voorbereid, maar ook goed uitgerust aan de start. Oké. Dus als ik het goed begrijp, 4 keer trainen, 2 keer op marathonhartslag, 1 keer wat sneller en 1 keer wat rustiger. Ja. Nou. Hey, en loop je dan eigenlijk niet te weinig kilometers? Nou, de vraag is natuurlijk veel.
Dat denken natuurlijk veel mensen dan wel, want ja, je bent gewend meer te trainen. En het is zo dat voor je brandstoffen, voor je energievoorraden, loop je meer dan genoeg. Dat erkennen veel mensen ook wel snel. Die denken ook, ja, dat is eigenlijk wel logisch, omdat je gewoon ook die voorraden niet steeds leeg trekt. De vraag is vaak bij mensen, joh, is het niet voor je spieren, pezen, banden en gewrichten dan te weinig? Moeten die niet gewoon wennen aan die afstand, aan die klappen? En nou ja, Stans is daarin heel stellig. Die zegt gewoon van, joh, juist voor je spieren, pezen, banden en gewrichten is het veel beter om maar één keer zo'n end te lopen, dan dat je op een gegeven moment 2 weken na zo'n lange duurloop het alweer doet. Omdat je dan schade aanricht tijdens die lange trainingen. En als je nog niet helemaal hersteld bent, ja, dan begin je alweer opnieuw aan een training, waardoor je op een gegeven moment schade op schade stapelt. Wat natuurlijk heel blessuregevoelig is. En waarbij je ook merkt dat je daarbij vermoeidheid op kunt bouwen. Het enige waar je met die korte trainingen echt een probleem bemerkt bij lopers is het mentale stuk. Ja, precies. En ja, dat is iets, dat is natuurlijk een complex krachtenveld. Wat je voor sommige lopers op moet lossen door ze dan toch maar een keertje wat langer te laten lopen om het ze te ervaren en om daar wat rust te houden. Dus fysiologisch gezien is het echt niet nodig. Psychologisch gezien is het zo dat als jij denkt, joh, dit deugt, dit klopt, ik merk het, ik voel het, ik word sterker, ik kan dat wel, dan zit het goed. Maar als je heel erg twijfelt, ja, dan is dat natuurlijk iets wat op een andere manier dan aandacht vraagt en waar je wat mee kunt en moet. Ja, precies. Want hoe langer de afstand wordt, hoe meer dat zo'n wedstrijd natuurlijk een mentaal spelletje wordt. Ja. En dat is ook de grote twijfel die heel veel mensen dan hebben van ja, wie garandeert mij dat ik 3 keer de afstand vol kan houden die mijn schema mij voorschrijft? Dus hè, je hebt de 14 kilometer gelopen, stel dat is je maximum. Ja, dan moet je nog 3 keer die afstand afleggen om uiteindelijk die marathon te volbrengen. Hey, en als je dan de marathon aan het lopen bent, wat merk je dan van die belasting? Is dat dan want het is in één keer een forse piek in de belasting. Hoe merk je dat lopers daarop reageren? Nou, wat je ziet, die verhalen zijn heel verschillend. Sommige mensen die hebben een negatieve split en die zeggen, joh, ik kon naar het eind toe gewoon versnellen. Ik wist niet wat me overkwam. Dit voelt zo lekker. Andere mensen die merken wel echt dat ze het na 32, 33, 34 kilometer echt wel zwaar krijgen. En dat ze denken, poeh, dit is wel echt serieus pittig. Ik weet niet of ik dit nog een keertje zou willen. En wat we wel terug horen is dat dat hele mentale stuk, dat dat eigenlijk op marathondag zelf altijd een beetje wegvalt. Omdat in trainingen in je pierenuppie, dan heb je heel veel tijd en ruimte om te piekeren, om je zorgen te maken. Maar vaak is het zo dat bij zo'n evenement dat wel een beetje wegvalt. Omdat er zoveel mensen zijn, zoveel mensen langs de kant, zoveel enthousiasme. Zo'n andere energie, wat voor die hartslag het soms wel complex maakt, omdat je ziet dat mensen dan heel zenuwpezig of heel enthousiast of heel druk of toch wat overenthousiast en hard starten, waardoor ze moeite hebben om hun hartslag die ze in hun training aanhielden, ook bij dat evenement aan te houden. Ja, precies. En met als gevolg dat ze eigenlijk in de klassieke fout stappen dat ze te hard starten. Dat Ja, horen wij precies. vaak terug van Ja. mensen als we doorgaan vragen van joh, die stuk gingen aan het eind. Nou, en dan zie je heel vaak dat het mensen zijn die inderdaad door enthousiasme, overmoed of nou ja, zenuwen, inderdaad, dat je terugziet dat ze bij het begin van die marathon, de eerste 10, 15, 20 kilometer, al hoog zaten in hun hartslag. Dus dat ze eigenlijk wat harder liepen dan dat ze getraind hadden. Ja, en dan ga je dat natuurlijk wel terugkrijgen aan het eind. Ja, ik wil daar heel even kort iets dieper met je op in. Hè? Want dat loopt op marathonhartslag. Hoe raad jij aan dat mensen hun wedstrijd opbouwen? Moeten ze meteen
vanaf begin tot eind marathonhartslag nemen en dat volhouden? Of wil je, hanteer je een andere opbouw tijdens de marathon? Nou, het is, we hebben het nu gemakshalve even over marathonhartslag. En eigenlijk werken we met 3 marathonhartslagen. Dus je hebt 1 marathonhartslag laag, 1 marathonhartslag hoog. En dan nog je hoge intensieve hartslag. En het is zo dat je eigenlijk de eerste 20 kilometer op je lage marathonhartslag loopt. Dan 10 kilometer op je hoge marathonhartslag. En dan de laatste 12 kilometer kun je die hartslag gewoon loslaten. En dan is het prima als die hartslag nog wat verder oploopt. Want iedere loper merkt op het moment dat je een constant tempo loopt en je loopt een vlak race, dat je hartslag daarbij wel oploopt gedurende zo'n marathon. En dat is prima. Ja. En daar train je ook op. Daar zijn die verschillende hartslagen ook op ingesteld. Dat je eigenlijk alle 3 die niveaus gewoon traint en meeneemt. Oké. Ja, want dat is inderdaad het principe van cardiac rest. He, dat je hartslag gaandeweg de wedstrijd gewoon gaat oplopen. En als je dan de hartslag gelijk zou houden, zul je zien dat aan het einde van de wedstrijd je tempo inpakt. Ja, dat is natuurlijk niet wat je zou willen, want het lopen van een marathon op vlak tempo, ja, of zelfs een negatieve split, is natuurlijk wel het meest stoere om op social media te zetten. Dus, nou ja, goed. Oké, dus toen jij kwam met dat 14 kilometer schema, ik ben even razend benieuwd. Dat werd vast niet met open armen ontvangen, of wel? Hoe ging dat? Nou, ik had me daar helemaal niet op voorbereid. Ik dacht van, ja, het klinkt hartstikke logisch en mensen hebben het gedaan, dus wij schreven dat op. Maar de reacties van ervaren looptrainers, van ervaren marathonlopers, waren echt wel heftig. Hmm. Ik kreeg letterlijk mailtjes nadat het boek net uit was van marathonlopers die zeiden, joh, ze moeten jouw armen eraf hakken, je mag nooit meer een boek schrijven. In een boek schrijft, het is onverantwoord om mensen hiermee richting een marathon te jagen. En in het begin schrok ik heel erg van die reacties. En nu ben ik die mensen die dat mailden ontzettend dankbaar. Want eigenlijk vooral door die mailtjes dacht ik van, ik moet het misschien toch eens gaan uitproberen. Want ik had eerst dat boek geschreven en toen kwamen die heftige reacties. Dacht ik, ja, ik heb het opgeschreven. Het is wel het verhaal van Stans en de ervaring van anderen. En door die heftige reacties dacht ik, ja, ik ga het dan zelf toch maar eens testen. Dus toen heb ik het schema beet gepakt en ben ik het zelf gaan doen. En dat is zeker de oorzaak geweest dat ik nu met zoveel plezier aan het hardlopen ben. En inmiddels 6 marathons met dat schema gelopen heb en daar ontzettend veel plezier aan beleef. En veel mee doen. Oké. Nou, fantastisch. Nou ben je zelf in aanleg een hele goede duursporter. Dus je vond zelf dat je een beetje aan het valspelen was met door maar 42 kilometer te gaan lopen. Met andere woorden, je raadt mensen aan om een 14 kilometer schema te gaan volgen. Ja. Zeker mensen die een wat, met alle respect, langzamere marathonlopers. Daar is het vooral voor geschikt. Maar ja, jij bent zelf absoluut geen langzame marathonloper. Je hebt, geloof ik, je PR zit op 306. Ja. Oké. Okay. Goed, dus daarmee ben je toch echt wel een snelle jongen. Nou, wat zou er gebeuren als jij langer zou gaan lopen met dat schema? Dus als jij er ook 5 uur over zou doen. Ja, jij zit zeker aan te sturen op die 60 kilometer loop die eraan zit te komen. Ja. Want inderdaad, 21 oktober loop ik samen met mijn neef de 60 kilometer in Rolde. En de reden om die 60 kilometer te lopen was inderdaad, nou eigenlijk begon dat toen mijn vrouw de marathon van Rotterdam liep met het 14 kilometer schema. En dat zij daar 5 uur over deed. Ja. En ik wist dat natuurlijk wel, maar doordat mijn vrouw was en ik daar bij de fiets stond, denk ik wel, hè? Zij kan gewoon 5 uur achter elkaar hardlopen. Ja. Dan kan ik dat wel.
heb ik niet gewoon makkelijk lullen dat wij die marathon lopen en dat ik dan na 3 uur en 6 minuten terug ben. Ja, precies. Kan ik dan nog 1 uur en 3 kwartier doorlopen? Dus toen dacht ik, ik wil eigenlijk toch wel eens weten, omdat wij zoveel mensen aanmoedigen om een marathon te lopen. Ook als je niet zo snel bent en je loopt er 5 uur over, 5,5, zeggen we, joh, die trainingen zijn niet zo lang, dus train gewoon lekker en op 1 dag ben je lang bezig, maar dan heb je wel gewoon een marathon gelopen. Hoe mooi is dat? Ja. Dus toen dacht ik eens, ik wil eigenlijk ook wel eens kijken of ik 5 uur kan lopen. En dus toen dacht ik, ja, ik kies een evenement die zo lang is, dat ik er sowieso dik 5 uur over doe. Dus dat kwam uit bij de 60 kilometer van Rolde. Dus ja, daar loop ik zeker dik 5 uur over. Dus na 21 oktober, dan weet ik ook hoe dat is. En de trainingen zijn alvast verrukkelijk. Want ja, we doen het natuurlijk volgens dezelfde filosofie. Dus omdat ik die hartslag veel langer vol moet houden, ja, is die hartslag lager. Dus mijn trainingen nu zijn een stuk relaxter dan met mijn marathonhartslag. Ja, dat dus is alvast. Dus voor je gevoel loop je, nou, het is ook zo, je loopt nog langzamer. Ja. En hoe heb je nou voor jezelf bepaald wat je hartslag op die afstand gaat worden? Nou, we hebben een beetje zitten rekenen met de formules gewoon die we in het boek hebben en die we op die websites hebben. Denk van, joh, welke hartslag hoort er nu bij mijn omslagpunt als ik dat 5 uur en 1 kwartier vol moet houden? Mm-hmm. Dus ik loop 10 kilometer in 38 minuten als ik me uitsloof. Dus wat ik gewoon gedaan heb, ik heb mijn omslagpunt ingevuld en dan een 10 kilometer tijd ingevuld van 60 minuten. Ja. Want dan weet ik, ja, dan zou ik normaal gesproken dat 5 uur of wat langer moeten vol kunnen houden. En dan kijken wat de hartslag wordt. Oké. Ja. En dat klopt natuurlijk niet helemaal, want ja, het is wel anders om 5 uur hard te lopen en dan 42 kilometer te lopen, dan om 5 uur hard te lopen en dan 60 kilometer te lopen. Maar voor nu dacht ik, nou ja, met dit experiment om eens te kijken hoe dat uitpakt, is het prima. En kijk, voor die 60 kilometer is de tijd natuurlijk volstrekt onbelangrijk. Dus ja, als blijkt dat we iets te hard van start gaan en we storten in en we lopen aan het eind wat langzamer, dan ja, maakt het ook niet uit. Dus dan, wat zijn je verwachtingen? Van, hoe verwacht jij dat het is om 5 uur en 1 kwartier te lopen? Nou, ik verwacht dat dat zwaar is. Mm-hmm. En nou, ik hoop gewoon in zo'n staat te komen mentaal. Dat je gewoon merkt dat het golft. Dat vind ik zelf het mooie van echt lang bezig zijn. Dat als je op een gegeven moment moe bent en moe wordt en geen zin meer hebt, dan ben je geneigd om te stoppen. Te denken, joh, ik ben nu moe, nu heb ik geen zin meer, ik stop. Maar op het moment dat je je voorneemt om het te doen bij zo'n evenement en je hebt gestart, je hebt een nummer en je schrijft in, ja, dan ga je toch wel door. En wat ik dan altijd zo mooi vind, is om te merken dat je na 40 kilometer een stuk kunt zitten en dat het na 45 kilometer wel weer gaat. Tenminste, nu neem ik een voorschot op die 60 kilometer. Dus dit weet ik natuurlijk niet, maar bij de marathon gebeurt dat al. Dat je op een gegeven moment 25 kilometer denkt, pff, ik ben er wel klaar mee, wat is een pokkenhand. Maar dat je bij 30 kilometer denkt, oh, dit is verrukkelijk en dit gaat heel goed. En dat je gewoon in zo'n staat komt, dat je gewoon een tempo vindt en daarin doorgaat. En dat je dan daarin gelijkmoedig blijft en niet zo jojo't in die energie en emoties. Omdat je door die fysieke inspanning maar te blijven doen, ja, dat gewoon wel gaat. Ja. Ja, dat is interessant dat je dat noemt. Mijn vorige gast in de podcast is Guillermo Pelikaan. En die heb ik geïnterviewd naar aanleiding van de Marathon des Sables die hij gelopen heeft. En dat is natuurlijk bij uitstek een fysieke prestatie, maar ook vooral een mentale. En hij vertelde dus ook dat inderdaad gebeurt gaandeweg. Hè, dat je kunt instorten, maar dat je daarna ook weer ergens de kracht vandaan haalt om weer door te gaan. Hoe denk jij dat jij over zo'n mentale drempel heen gaat? Wat helpt jou daarin? Nou, wat daarin heel erg helpt is gewoon ademhaling observeren. Dus dat je niet in die emotie gaat zitten en dat je niet in je gedachten gaat zitten, maar door gewoon dan met aandacht naar je ademhaling te gaan, daar een ritme in te vinden.
Ja, dat is voor mij de manier om daar dan doorheen te komen. En... Kun je uitleggen hoe dat je dat concreet doet? Nou, het is niets meer of minder dan wat ik zei. Dat je gewoon je ademhaling observeert. Dus niet stuurt, maar dat je gewoon gaat kijken van... Hey, in, uit, in, uit. Dat je gewoon het ritme van je ademhaling gaat observeren. En in plaats van dat je die gedachten blijft houden. Precies, en je verlegt daarmee je focus eigenlijk naar iets waar je grip op hebt. Ten opzichte van waar je op dat moment, hè, dat je gedachten niet gaan blijven afdwalen. Ja, dat is eigenlijk. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Ja, goh, leuk. Ik vind het een interessante uitdaging die je aangaat. En ik vind het stoer dat je inderdaad je vrouw daarin... eigenlijk de waardering geeft van, joh, jij hebt er 5 uur over gedaan en nu ben ik aan de beurt. Ik krijg er overigens wel een ruzie over. Want zij zag het niet als waardering. Oh. Maar zij zag het als een steek onder de gordel. Dat zij wel eens, ja, ik weet wel dat jij sneller bent. Dus dat jij 60 kilometer loopt in een tijd waar ik een marathon over doe. Zag zij niet als blijk van waardering, maar als... als steek onder de gordel. Maar goed, dat zal misschien nog gaan bijdraaien. Nou, laten we dat bij deze gewoon helemaal rechtzetten. Want inderdaad, het is het experiment wat je aangaat om ook 5 uur te lopen. En om te kijken hoe dat werkt. En of je dan met dezelfde filosofie eigenlijk je trainingen kunt doen. Ja. Nou, mooi. Hebben we dat gelukkig ook weer even rechtgezet. Mooi. Joh. Wat een interessante. Ik, laatste vraag. Wie zou jij graag in deze podcast terugzien? Nou, wat ik echt leuk is Stans van der Poel zelf natuurlijk een keer voor de camera te halen. Ja. Want ja, ik praat nu over haar methode en mijn ervaringen daarmee. Maar het is hartstikke interessant om ook haar achtergrond daarin te hebben. Want het is bij haar begonnen vanuit de triathlon. Mm-hmm. Dus ja, als dat... voor de luisteraars van jouw podcast ook interessant is om het eigenlijk door de bril van de triatleet te bekijken. Mm-hmm. Dan is het zeer interessant en de moeite waard en mooi om Stans van der Poel eens een keertje uit te nodigen. Oké, nou dat lijkt me hartstikke, hartstikke interessant. Daar gaan we eens eventjes voor elkaar boksen. Hey, en waar kunnen mensen jou en jouw avonturen op 21 oktober volgen? Nou, op www.sportrusten.nl verschijnen zeker blogs over het grote succes of de grandioze mislukking van die dag. Ja, mooi. Ja, je neemt daarin geen blad voor de mond. Vind ik erg mooi om die blogs te... Als iets niet goed gaat, dan gaat iets niet goed. Je bent wat dat betreft een ras-echte Amsterdammer met het hart op de tong. Heerlijk. Ja. Ja, als het niet gaat, dan zullen we het zeker ook laten weten. Ja, wat dat betreft is het niet alleen maar mooi weer wat je schrijft. Dat is mooi. Oké. Okay. Nou, leuk. Wat dat betreft wens ik je heel veel succes in aanloop naar de 60 van Rolde. En bedankt dat je aanwezig wilde zijn bij mij in de podcast. We gaan elkaar ongetwijfeld vaker spreken. En ik... ik denk dat we nog wel eens een keer vaker een podcast kunnen opnemen over het fenomeen ademhaling of wat dan ook. Want ook daarover, daar komt eigenlijk zoveel nieuws over uit dat het een super interessant onderwerp blijft. Ja, zeker. Goed. Oké. Okay. Nou, dan wens ik je heel veel succes in aanloop naar... Yes, met de podcast. Dankjewel. Moedig voorwaarts. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Ciao, ciao. Oké. Okay. Nou, dat was het interessante gesprek wat ik even met Koen de Jong heb gehad. Hij heeft zo dadelijk een webinar. Kun je je overigens ook nog voor inschrijven. Maar ik zal eventjes mijzelf vol in beeld zetten. Oh, dat gaat niet. Nou, dus interessant gesprek. Leuk. Ik vind het tof om reacties van je te horen, want ik ben benieuwd wat jij ervan vond. Wellicht heb je nog wat vragen. En als je wat vragen hebt, dan kun je die wellicht voorleggen aan Koen zelf.
Of ik zal ze voor je beantwoorden. Nou, mocht je sowieso interesse hebben in de methodiek van sportrusten. Ik ben als coach aangesloten bij het netwerk van coaches die met deze methodiek werken. Dus ook ik weet er alles van. En als je benieuwd bent naar de mogelijkheden voor jou, dan moet je echt absoluut een keer contact met me opnemen. En dan gaan we het gewoon eens eventjes bespreken. Want ook voor jou is het mogelijk om met wat minder kilometers absoluut een hele goede prestatie neer te zetten op de marathon. Dus schroom niet om mij te contacten. Op mijn website vind je alle informatie. Dus www.activations.nl. En dan ga ik voor nu de uitzending beëindigen. En dan dank ik jou voor het kijken naar deze live uitzending. En abonneer je op mijn podcast. Dat kan via iTunes en alle podcast leveranciers die jij kunt vinden op je telefoon. Zoek naar de Runspiration podcast en dan kom je bij mij uit. En dan kun je alle afleveringen terug luisteren. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. En we spreken elkaar. Groetjes, ciao ciao.